هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe aflevering, dames en heren. Voordat jullie verder gaan kijken, dames en heren, vergeet niet te... Wat moeten ze doen? Abonneren. Abonneren. Vandaag hebben we een hele bijzondere video. Wat gaan we vandaag doen, Milo? Ja, we gaan vandaag naar de... Achtbaan. Achtbaan? Durf jij naar achtbaan? Vandaag gaan wij naar Walibi. En dat wordt natuurlijk weer... Bilo, het ziet er niet uit als je nu allemaal doet. Even serieus, dit ziet er niet uit. Ah. Sowieso, wil jij weten hoe je stage moet lopen, waar je moet zijn, et cetera? Kijk even hieronder en ga daar even achteraan. En sowieso shout-out naar SBB, want zij zorgen voor de erkenningen voor alle stageplekken, et cetera. Hey Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... zoveel tijd. Positiviteit. Aarde. Aarde, Vletje. Goedendag, dames. Nou, wij gaan een dagje meedraaien. Gezellig. En ik heb echt heel veel zin in. En we hebben jullie hulp ook echt nodig vandaag. Ja? Dus dat gaat helemaal goed komen. Heb je je arm gezien? Laat je arm gezien. Kom maar. Oh? Ben jij klaar om te werken? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, we gaan gelijk. Hallo. Milo. Nou, bereid je maar voor. Want jij gaat de hele dag meelopen volgens mij. Zeker weten. Wat is eigenlijk de bedoeling? Wat gaan we een beetje doen? Nou, we gaan straks beginnen met natuurlijk werkkleding, want jullie gaan echt stage lopen. En dan gaan we straks, hebben wij een probleem bij een attractie en daar moet jij ons bij helpen. Nou, laten we beginnen met omkleden. Ja, kijk eens aan wat ik voor jullie heb. Oh, kijk. Kijk eens. Zelfs mijn naam staat erop, dames en heren. Nee joh, Bilal. Hier, dit is voor jou. Ik weet niet wat te doen vandaag. Kijk eens. Ja. Dus kom, gaan we omkleden en dan kunnen we gaan werken. Kom, oké. 1, 2, 3, springen, Bilal! 1, 2, 3, springen! Oh, hoe zien we eruit, dames? Ja, fantastisch! Ja, kunnen we ermee door? Ja, zeker! Oké, okay. Nou, kom maar. Nee, die kant op. En daar is er een achtbaan stuk. Hoor je dat, Bilal? Er is een achtbaan. Nou, dat wordt wat, hè? Ja, wel leuk hoor. Ja. Wat is zo je eerste gevoel bij Bilal? Ja, hele leuke, enthousiaste, lieve jongen. Vooral dat enthousiaste zit er wel. Ik heb er zin in, dat zie je wel. Zeker. Ik ben benieuwd hoe hij het straks gaat doen met de achtbaan. Ja. Jawel, hij vindt het helemaal fantastisch. Dus ik ben zeg maar echt bang voor achtbanen. Oh, ook. En hij juist niet. Ja. Dus hij moet jou helpen. Dus hij moet mij weer... Ja, normaal help ik hem zijn angsten te overwinnen. Ja. En nu mijn angsten. Hallo, je kan toch niet zomaar koffie pakken? Ja, zo. Hey jongens, dit is onze collega Barry. En die gaat ons meenemen naar de achtbaan. Want de achtbaan is... kapot. Ja, een wiel moeten we vervangen. En mag Bilo daarbij helpen? Natuurlijk. Ja? Gaat het doen. Ik controleer wel. Hé, hoor je dat? Wat voor kant moeten we op? Die kant of die kant op? Oh, kijk eens. Wel door de deur. Nou, we gaan. Hey. Dus je bent eigenlijk een soort van de monteur? Ik ben monteur/ik ben teamleider van het team, monteurs. En ik begeleid de jongens in hun werk. Nou, kijk eens meneer de monteur. Hij loopt er ook bij als de monteur, moet je kijken. Oh, kijk eens binnen. En wat voor opleiding kunnen hier dan stage lopen als het gaat om het technische gedeelte? We hebben veel mechatronica jongens, omdat we natuurlijk heel erg nauw verweven zien bij elkaar met mechanisch en elektrisch. Werktuigbouwkunde zouden we hier aan de gang kunnen. Oké, nou wat gaan we doen? We gaan het wiel verwijderen. Oké. En die wordt op zijn plek gehouden, deze as is deze bout. Deze hier tussen. Dan wippen we. Ja, pak hem maar. We gaan trekken. Oh, nog een keer. Tussen prikken weer. Die gozer heeft min 12. Oké. Ja. Die hebben we eraf. Ja. Nee, ja. Dat is niet voor je mond. Jongen, dus even niet zo gek, joh. Kom op. Echte mannen. Gooi het zo. Juist. Ga door. Kom op.
bijna. Mag ik één keer? Alleen proberen. Nee. No! Ik probeer gewoon proberen. Ja, we zijn er. Kijk, als je de achtbaan aan hem moet overlaten, dan is het hele seizoen slijpen. Ja, het begint om 6 uur. Nee joh. Ja. 6 uur? En stagiair, hoe laat begint hij ongeveer? In de winter komen we meestal. We blijven het chasen, spiritueel, ik geniet van het leven. Ieder zijn deel, ik kan niemand vergeten. Wel hoe honger iedereen heeft vergeten. Ik ben zo spiritual, my life is beautiful. Met mijn broeders aan het toosten, dat is pure love. Nou, wat gaan we nu doen? We gaan nu naar een van onze winkels. We hebben een aantal winkels op het park waar we onder andere merchandise verkopen en snoep en lekkere dingen. Oké. Okay. En daar gaat Bilal even helpen. Nou, als dat maar goed gaat. Bilal en eten. En wat is eigenlijk jouw exacte taak hier precies? Ik ben marketingmanager bij Walibi. Dus ik ga eigenlijk over alles wat we communiceren naar buiten toe. Dus eigenlijk overal waar je Walibi ziet. Denk aan communicatie hier in het park. Dus je ziet ook banners of borden, daar, die maken wij. Ja. Maar ook advertenties of de tv-commercial die je op tv kan zien. En hoe is het voor jullie om met stagiaires aan de slag te gaan? Of met stagiaires te werken? Ja, dus wij hebben meestal stagiaires van ons eigen werkveld. Dus van marketingcommunicatie. En die lopen dan met ons mee. Maar die werken ook echt mee. En waar moet een stagiair een beetje op letten? Ik denk dat het belangrijk is dat ze proactief zijn. Dus gewoon zoveel mogelijk zelf willen zien en mee willen lopen. En daarmee kan je natuurlijk alles zien en proeven van een bedrijf waar heel veel gebeurt. Ja. En dat is een heel leuk aan Walibi. We werken midden op een pretpark. En we doen hier heel veel leuke dingen. En als stagiair maak je dat dus dan ook allemaal mee. We zijn niet met heel erg veel personeel, dus je kan ook echt meewerken. En dit is ook echt een bedrijf waar je een verschil kan maken. Ja. En dat maakt het zo leuk. Wil jij nog even weten waar je op moet letten als stagiair en zo? Check eventjes hier beneden, link in de beschrijving. Een hele goede dag. Hi, ik ben Kilij. Brahim. Ja, ik ben teamleider hier. Kijk eens aan. Ik ga jullie meenemen vandaag. Nou, super. Om mee te doen. Oké, nou, de oude van mij heeft een foto uitkiezen. Wil ze een foto uitprinten? Ja? Oké. Okay. Ja, druk maar. Mooi, en dan kan je op deze knop drukken. Wat doe jij nou weer hiermee? Deze moet je hierop klikken. Goed zo, ja. Heel goed gedaan. Wat goed van jou. Ja, en dan moet je die twee codes doen. Ja, goed gedaan, top. Oh nee, niet zo vaak. En dan drukken we op die, niet schrikken, want de kassa gaat nu open. Dat is precies de bedoeling. En normaal gesproken betaalt de klant dan, of de gast in dit geval, en dan nemen we het geld aan en dan geven we eventueel wisselgeld terug. Maar nu is dat niet het geval, nu hoeven we geen geld te pakken. Oh nee, dat hoeft niet meer. Hey, hallo. Hij heeft het dus zo gestopt. Dank u wel. Nee, kijk eens. Yep. Zo, ja? Heb je nog een sleutel voor de zekerheid? Want deze gozer is niet te vertrouwen. Hij krijgt hem niet meer open hoor. Jullie werken hier ook met stagiaires? Ja, dat klopt. Niet in deze winkel, maar binnen Walibi zelf werken we wel met stagiaires. Voornamelijk voor toerisme en volgens mij hospitality, horeca, evenementenorganisatie. Ja. Dus we werken wel met stagiaires. En het is eigenlijk altijd heel leuk en heel leerzaam, ook voor ons altijd leuk. En wat denk jij dat een voordeel is als je met stagiaires werkt? Je kan heel veel leren en dat helpt je eigenlijk ook bij je zelfontplooiing, omdat je daarin gewoon al jouw kennis weer kan delen en dat is altijd wel een fijn gevoel, vind ik. Ja. Ja, dus elke dag is anders. Niks is hetzelfde hier. Ja. Iedere dag kan je, je verwacht gewoon weer leuke mensen, gezellige mensen. Kom. Ja, dat is niet handig, hè? Dit is de nieuwe attractie bij Walibi.
En ik dan? Ik niet, ik ook. Nou, nah, kan toch niet? Alsjeblieft. Oké, oké, ja, als jij ook wil. Gaan we samen, Bilo? Nee. Kijk hem eens. Ja, lopen, lopen. Lopen maar. Wow, 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 wow. Oh ja, Bilal. Hij was toen voor Mandy. Oh, hier, Mandy. Wow. Kijk, hier durf ik gewoon echt niet in. Nee? Nee, hier niet. Zou Bilal daarin durven? Ja, ik wil gewoon niks zeggen. Gewoon erin zetten. Bilal, wil je daarin? Nee, joh. Echt? Ja. Nou, dames en heren, Bilal durft gewoon niet. Hij zou eigenlijk daarin moeten. Maar ik kies er toch voor om iets veiliger te... Ja, heel vaak zie ik dat organisaties eigenlijk ervoor kiezen om geen stagiaires aan te nemen. En ik merk dat jullie zelf wel voor kiezen om stagiaires aan te nemen. Ja, zeker. Je moet altijd keuzes maken, want je wilt natuurlijk graag goed personeel erop hebben. En dan komt soms inderdaad een stagiaire wel eens inderdaad op de tweede plaats. Maar dan kies je er ook voor inderdaad om iemand op die afdeling geen stageplaats aan te bieden. Maar als wij een bezoek krijgen en we denken dat we kunnen ook voldoende aandacht, begeleiding bieden, dan gaan we er pas voor. Dus ja. We kijken echt wel kritisch of wij ook kunnen bieden wat zij nodig hebben. Ja. En wat is meerwaarde voor een organisatie, zeg maar, om een stageplek aan te bieden? Wat ik zelf heel fijn en bijzonder vind, is dat ik in gesprek ben met een stagiaire die op een hele andere afdeling gewoon stage loopt. Want wij best wel wat leuke succesmomenten, even verhalen van studenten hebben gehad. Die hier zijn begonnen als bijvoorbeeld als bijbaantje en op een gegeven moment echt een stage hebben gevonden. En nu ook weer een werken echt bij Walibi. En sommigen die stage lopen en op een gegeven moment echt weer een baan hebben en nu weer een teamleiderfunctie. Dus ik zie juist heel veel succesverhalen als je stage aan het lopen. Ja, zoals mensen kunnen zien, Bilal die loopt dan stage. Maar vervolgens zit hij wel in de achtbaan. Ja. Wat mij opvalt is dat je hier vooral mensen blij maakt. Ja. En dat je het vooral daarvoor moet doen. Iets heel anders. Ik hoor constant BOL, BBL, stage. Wat is BBL? Wat is BOL? Een BOL stage is dat je heel veel eigenlijk op school zit, maar ook stage loopt. Dus dat is echt een combinatie. En een BBL is echt, je werkt echt met ons mee. En daarnaast ga je één dag in de week naar school. En dat is echt een volwaardige leerbaan dat je bij ons hebt. En ik vind het geweldig hier. En als Bilal, nou, dat zien jullie natuurlijk. Als Bilal naar zijn zin heeft, dan merk ik dat ook wel. Echt wel. Ontzettend bedankt voor de gastvrijheid, voor de geweldige dag. Geen probleem. En Mandy, sorry voor de vermoeidheid van Bilal. Super bedankt. Graag gedaan. Jouwen, mensen, hier zijn we weer. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Vergeet niet Walibi sowieso te volgen. Link in beschrijving. Jullie zitten al bijna op een ton, hè? Ja. Dus nog even zitten ze op een ton, dus volg hun ook. En uiteraard SBB die dit ook weer mogelijk heeft gemaakt. Alle informatie hieronder. Ik wil Walibi ontzettend bedanken voor je tijd en energie. Jullie stralen een en al liefde uit, precies waar wij voor staan. En ja, nogmaals, enorm dank daarvoor. En Bilal, hoe vond jij het? Vond leuk. Duim omhoog of duim omlaag? Ja. Ja. Wat moet er met... Hallo, dat kan toch niet? Dat kan toch niet dit? Want wij zijn echte echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Doei.